Voor Boomtown begonnen gisteren pas de Gentse feesten. De komende dagen kan je opnieuw het kruim van de nationale en internationale alternatieve muziek zien op de Kouter aan het werk zien. De bands die de mensen zeker kennen, Murray speelt hier, Touristle MC, het zijn toevallig twee Nederlandstalige acts. We hebben eigenlijk veel Nederlandstalige acts dit jaar, dus het gaat goed met de Nederlandstalige muziek. Ja, voor elk wat wils eigenlijk. Kan dit nog groter worden? Het is goed zoals het is. We gebruiken ongeveer heel het plein. Dus er is geen uitbreidingsmogelijkheid, maar dat hoeft ook niet. We gebruiken dit jaar wel de opera ook twee avonden, de zaal van de opera. Misschien dat we die volgend jaar vijf avonden gebruiken, dat kan wel nog. Maar dit is eigenlijk een ideaal formaat voor wat we doen. Podium buiten, twee zalen, twee podia binnen, dat is perfect.